Misschien moeten we een coach aan ze koppelen. Die zeggen van, hey, je hebt nu dit lange tijd gedaan. Ik zou zo weinig mogelijk nieuwe soorten van coach introduceren. Ik zou zeggen, misschien kan het coachwezen ook iets minder. Het coach, iedereen is coach toch? Nee, dat is het hele idee dat er... Je hebt toch ook levenscoaches en je kunt overal bij begeleid worden. Het is toch ook wel een beetje... Een soort halfgare ontwikkeling naar mijn gevoel. Ja, coaches. Hoe is dat iets van de laatste tijd, denk je? Nou, ik heb er vroeger nooit van gehoord, dat kan ik je wel zeggen. Je hebt nooit een coach gehad? Nee, ik heb nooit een coach gehad. Nou, ik neem aan, ik heb 1 jaar gehockeyd bij de Wageningse Mixed Hockey Club. En zou daar een coach voor de jongelui zijn geweest? Normaal wel. Ik denk dat ik 12 was of zo, zoiets in die geest. Ja. 13 misschien, ik weet het niet precies. Maar ik kan me er niet van herinneren. Het is een van de meest gruwelijke en benauwende ervaringen van mijn leven geweest. Dat je zaterdagmiddag, heel klein beetje zonnetje, het is rustig. Mensen hoeven niet naar hun werk, enzovoort, enzovoort. En dan moest je naar dat gruwelijke hockeyveld, dat knollenveldje, met die stok... Met die levensgevaarlijke bal. En dan moest je daarna met z'n allen bloot onder de douche. Ik bedoel, het was echt... Hoe het mogelijk is dat de jeugd daartoe gedwongen kan worden. Ik weet niet wat die andere jongetjes ervan dachten. Maar ik vond het echt gruwelijk. Ja, maar je had dus... Gruwelijk. Ik vond het ook zo... De inherente domheid van de sport als zodanig. Hè? Dat je gaat wandelen omdat je dat leuk vindt of van de natuur houdt, dat kan ik allemaal hartstikke goed begrijpen. Maar een hoop sportbeoefening is toch, vooral als je het niet goed kan of helemaal niet kan zoals ik, is dat wel zo'n hopeloze onderneming. Waarom ben je niet gevlucht? Ja, tenslotte ben ik gevlucht. Ik heb toch wel eens verteld, ik heb tegen mijn ouders gezegd, jongens, als ik hier niet mee op mag houden, dan loop ik weg. Maar dat was ik helemaal niet van plan, dat begrijp je ook wel. Weg van huis? Ik zou niet weten, precies, weg van huis. Ik zou niet weten waar ik heen had gemoeten. Maar goed, het was wel duidelijk dat het niks voor mij was. Oké. Okay. Je hebt ook op de universiteit geen coach gehad die zei van Maarten, misschien als je de lesstof zo behandelt, dan... Nee, dat heb ik nooit gehad. Godzijdank niet. Ik heb altijd de indruk gehad dat ik de lesstof prima kon behandelen. Ja, misschien iets te prima, omdat ik altijd dacht van laat ik het zelf maar doen. Ja, je hebt natuurlijk al die werkgroepjes. Het idee van die werkgroepjes is dat je dan met de studenten in discussie treedt. Maar dat is wel een beetje een romantisch idee wat zelden gerealiseerd wordt. Ja.